It's always easy keeping oaths and promises in the light of day. Hallo allemaal, vandaag tonen we een game die ons weinig vrolijk maakt, maar ze is pijnlijk actueel met de oorlogen die vandaag hier niet zo ver vandaan worden uitgevochten. En dat is War Hospital. Een game over de helden achter de linies die mensenlevens probeerden te redden en zelf tot het uiterste daarvoor gingen en soms tot voorbij hun eigen grenzen gingen met alle gevolgen van dien. Deze game is aan hen opgedragen. Ik schets even het kader voor jullie. Het is Wereldoorlog 1 en je trekt de schoenen aan van majoor Henry Wells, een man wiens zoon sneuvelde aan het front en nu zelf wordt uitgestuurd vlakbij de frontlijn om een veldhospitaal te runnen, in de ruïnes van een kapotgeschoten Frans dorpje. Als hoofd van de operatie, en deze keer is de pun well intended, is het aan jou om de dagdagelijkse gang van zaken te beheren, te zorgen voor het personeel, aanwerven waar nodig en ook rust te gunnen wanneer nodig, de wachtlijsten te beheren van patiënten, te waken over voorraden van gereedschappen, voedsel, grondstoffen in het algemeen en om moeilijke beslissingen te maken. Je klikt dus door veel menu's, je hakt ingewikkelde knopen door en je probeert om de schade overal te beperken. Het is in dat opzicht een soort damage control ervaring, maar het is dan ook een uitzonderlijke situatie. Een wereldoorlog brengt altijd een grote menselijke kost met zich mee en als Henry Wells moet je die kost zo laag mogelijk houden. Dit is de locatie waar je toch 95% van je tijd op zal zitten kijken en klikken en bijsturen. Het veldhospitaal. Dit moet allemaal stand houden tot je het einde van elk hoofdstuk bereikt hebt. Er zijn twee manieren om te verliezen en die worden aangegeven bovenaan en onderaan door een frontliniebalk en een moraalniveaubalk. Die twee manieren om te verliezen zijn als de frontlinie breekt bij een vijandige aanval door een gebrek aan troepen of wanneer het moraalniveau, dan onderaan dus, eindigt op 0%, wat evenveel betekent als iedereen verliest alle hoop en de gehele organisatie zakt in elkaar. De lokale helden bestaan uit enkele groepen die je moet sturen om ervoor te zorgen dat de boel dus niet omvervalt. De chirurgen ten eerste, die de operaties uitvoeren om soldaten te redden en aan de operatietafels moeilijke beslissingen soms moeten nemen naar gelang de ernst van de verwondingen en enige complicaties. Dan zijn er de medics. Zij zorgen onder andere voor het transport van de gewonden bij de aanmeldingspost naar het operatiekwartier in die kapotgeschoten kerk. En soms jammer genoeg ook om de doden en overleden patiënten te brengen naar de massagraven in het lokale kerkhof. Dan zijn er de verpleegsters. Die staan bij in de eerste medische post, het operatiekwartier en het revalidatiecentrum. De engineers, zeer belangrijk, die verbeteringen bouwen in het veldhospitaal om alles efficiënter en sneller te laten verlopen, het gereedschap voor medisch personeel fabriceren of voor de rantsoenen bijvoorbeeld zorgen. En dan ook nog de scouts. Maar zoals we weten, scouts trekken zelf hun plan. Die stuur je uit naar opdrachten op locatie om dan met grondstoffen terug te komen. Om over de basisfaciliteiten te spreken, om het moraal hoog te houden en de patiënten zo snel mogelijk te laten doorstromen, hopelijk naar het revalidatiecentrum en niet het kerkhof, is het belangrijk dat al deze posten zoveel mogelijk bemand zijn. Maar zijn er ook enkele gebouwen waar je regelmatig een bezoek aan brengt? In het Casualty Clearing Station vertrouw je patiënten toe aan specifieke chirurgen, waarbij je moet letten op hoe vermoeid de artsen zijn, want die mensen moeten ook rusten. Dus soms is een ingewikkelde operatie van een patiënt die bijna terminaal is, de tijd en middelen niet waard. En dan beslis je van die niet in de wachtlijst op te nemen, hoe pijnlijk dat ook is. Of je beslist in tijden van nood de arts te verplichten om zichzelf te pletter te werken tot ze bijna ineenstorten van vermoeidheid. In het operatiekwartier zelf moeten soms moeilijke beslissingen genomen worden naar gelang hoe een operatie verloopt. En daar heb jij als majoor dan een beslissende stem, waardoor je misschien meer middelen moet inzetten of beslist om de oorspronkelijke procedure te volgen met een hoger sterfterisico voor de patiënt. In het rehabilitatiecentrum wachten de genezende patiënten op een oordeel en deze beslissingen zijn van doorslaggevende aard voor je situatie. Soldaten terug naar de frontlinie sturen geeft meer slagkracht om de volgende Duitse aanval af te slaan. Je verwijst ze door naar HQ om de juiste documenten te krijgen om verzoeken in te dienen bij het treinstation voor meer middelen. Of je stuurt ze naar huis en ze zijn verlost van de gruwel van oorlog. En dan levert dat, naar gelang hoe sterk elke unit individueel
individueel is van 1% tot 3% extra moraal. En dan dat treinstation, daar stoppen treinen regelmatig met meer middelen, maar daar dien je dus ook die militaire papieren in om meer medics, engineers, scouts, chirurgen, verpleegsters en meer benodigdheden te bekomen om ervoor te zorgen dat de voorraad nooit volledig uitgeput raakt. Al deze draden hebben één gemeenschappelijk snijpunt en dat is het delicate evenwichtspunt waarop je constant balanceert. Dat punt kan verschuiven als er een noodgeval zich ergens voordoet of een zware aanval aan de frontlinie plaatsvindt en je plots overstelpt wordt met patiënten, maar dat is ook wat een management game is. Je beheert een organisatie met de middelen die je hebt en je stuurt bij waar nodig om het succes zoveel mogelijk te garanderen. Wat is dan het verschil met een management game zoals Theme Hospital? In die game bouw je in lijn met nieuwe procedures en behandelingen een groter ziekenhuis en je probeert zoveel mogelijk patiënten met een glimlach naar huis te sturen. Je houdt personeel tevreden met een goed salaris, een rustruimte met biljarttafel, koffiemachine en nog veel meer luxe dat een zeer verre droom is voor de mensen in deze game. Want in War Hospital valt niet veel te glimlachen. Hier is geen aantrekkelijk salaris, hier is geen biljarttafel of een bestelling koffiekoeken op zondag. Eerlijk gezegd, als je al een put zou vinden om je gevoeg in te doen, dan is dat al een half geslaagde dag. War Hospital gaat over het hoofd boven water houden, toont ellende en hoe menselijke wilskracht, hoop en doorzettingsvermogen proberen om te redden wat nog te redden valt, ten koste van zichzelf, hoe uitzichtloos de situatie soms is. Iedereen in War Hospital loopt littekens op en draagt die nadien mee voor de rest van zijn of haar leven en het is belangrijk dat jij als major in het kamp probeert om zoveel mogelijk menselijk leed te voorkomen in slechte en minder slechte dagen. Je kan het vergelijken met This War of Mine, ook zo'n atypische oorlogsgame waar beslissingen nemen nooit een keuze is tussen goed of slecht, maar een kwestie van overleven. En om je een idee te geven hoe dat in de praktijk werkt, hier is een kleine reconstructie van hoe de dagen in War Hospital eruit zien. De artsen, medics, engineers en verpleegsters zijn allen druk in de weer, want tijdens oorlog stopt de instroom aan getroffen soldaten nooit, met geen zicht op beterschap. Er is een noodsituatie op de operatietafel. Het medicijn voor de operatie van deze patiënt is waarschijnlijk gecontamineerd en om het risico te verlagen stelt de arts voor om een nieuwe batch te maken. Maar er zijn geen extra middelen, hij moet noodgedwongen verder doen met het huidige preparaat en de soldaat overleeft als bij wonder de operatie en zal revalideren. De shiften wegen zwaar door, de huidige werkkrachten zijn moe en vragen voor aflossing. Ze krijgen de toestemming van ons om te rusten en hun collega's nemen over. Aan de frontlinie lanceren de Duitsers een artillerieaanval op de loopgraven vlak bij het hospitaal, wat ongetwijfeld betekent dat het veldhospitaal een grote hoeveelheid nieuwe patiënten mag verwachten. Een ernstig getroffen patiënt komt aan in het veldhospitaal en daarbij zit een persoonlijke nota gespeld. Hij is de zoon van een generaal en een bekwame en vriendelijke officier. Als we hem voorrang geven, dan krijgt ons veldhospitaal meer middelen en het moet lukken, één van onze artsen is net vrij en kan meteen de VIP verzorgen. Intussen komt er een meevaller uit het operatiekwartier. Een kogel is door het lichaam gegaan van de huidige patiënt op de operatietafel, waardoor zijn overlevingskansen toenemen. Intussen wachten in het revalidatiecentrum meerdere patiënten op een oordeel van ons. Twee van hen worden teruggeduwd in de genadeloze vleesmolen aan de frontlinie. Twee anderen worden doorverwezen naar HQ en twee van hen zijn verlost van de hel. Zij mogen naar huis. Onze scouts staan paraat en krijgen de opdracht om een rookpluim ten zuiden van het hospitaal te onderzoeken. Eens ze daar zijn, krijgen we feedback en beslissen wij welke actie ze moeten ondernemen. Aan de frontlinie is alles intussen rustig. Er staan genoeg troepen klaar om een volgende aanval af te slaan, maar hoeveel van hen overleven die en hoeveel zullen we opnieuw moeten proberen te redden? Het scoutteam komt inmiddels aan en ontdekt een afgebrande boerderij samen met een man en vier kinderen. Hij vraagt aan ons om de kinderen op te nemen omdat hij weet dat ze dan in goede handen zijn, maar we beslissen om hem ook toe te laten in het veldhospitaal. HQ heeft een verzoek, ze vragen ons om chirurgisch materiaal op te sturen uit onze eigen voorraad. We krijgen dan wel extra personeel ter compensatie om het veldhospitaal recht te houden. We staan het toe. Onze voorraad is bijna helemaal op als resultaat.
We vragen meteen om een kleine noodvoorraad chirurgisch materiaal per trein naar ons te sturen, zodat onze chirurgen nog steeds hun werk kunnen doen. Er zijn echter niet genoeg medische voorraden om de volgende patiënt te helpen en hij bevindt zich in kritieke toestand. De operatie zou te lang duren en zijn overlevingskansen zien er niet goed uit. Om de overlevingskansen van anderen een duwtje in de rug te geven, maken we een heel moeilijke beslissing. We brengen hem het slechte nieuws, we kunnen hem niet genezen en we weigeren hem de hulp die hij zocht. De man blijft eenzaam achter en zal uiteindelijk alleen sterven en hij wordt iets later begraven in het massagraf verderop. Een lastige situatie intussen in de kapotgeschoten kerk. De lichaamstemperatuur van een andere patiënt op de operatietafel ligt heel hoog, maar we kennen de oorzaak niet. Met een koud compres kunnen we de temperatuur doen zakken, maar dan duurt de operatie langer en weegt die zwaarder door op de chirurg. En anders verlagen de overlevingskansen van de patiënt. De rust van de dokter is te belangrijk voor ons, dus we beslissen om de operatie verder te zetten zonder het compres. En ook hij overleeft als bij wonder de operatie. Twee nieuwe aanvalsgolven van de Duitsers, eentje waarbij ze zelfs gas gebruiken om zoveel mogelijk slachtoffers in de loopgraven te maken. In het verblijfskwartier trekken de dokters aan de alarmbel. Ze vragen om alcohol en betere rantsoenen. Zij vinden dat ze daar recht op hebben, gezien de verpletterende verantwoordelijkheid die ze dragen. We weigeren echter het verzoek om ervoor te zorgen dat de rantsoenen van anderen ook gevrijwaard blijven. Iedereen moet een gezamenlijke inspanning leveren. Bijna een week is intussen verstreken. Onze voorraden zijn bijna op en de chirurgen flirten met hun grenzen. Sommigen van hen werken vermoeid verder om zoveel mogelijk mensenlevens te redden. Maar vermoeidheid eist een tol en een zoveelste patiënt sterft op de operatietafel. De medics dragen zijn lichaam naar het kerkhof. Waar stopt deze ellende? Hoeveel nodeloze doden moeten er nog volgen tot deze nachtmerrie eindigt? Dat is een kleine doorsnee ervaring van wat je opwacht in War Hospital. Je moet veel kleinere systemen managen die één grote machine zo gesmeerd mogelijk moeten doen draaien, met alle belangrijke en soms heel moeilijke beslissingen die erbij horen. Nog drie dingen die me van het hart moeten voor we onze video afronden. Ten eerste, ik hoop dat deze cutscenes nog moeten aangepast worden in de patch, want de frontline cutscenes zijn gewoon weg. Aards lelijk. Betere cutscenes die meer gedetailleerde models gebruiken waren hier zeker op hun plaats. Ten tweede, de tutorials geven niet duidelijk genoeg weer hoe je snel tussen de systemen kan schakelen, dat moet je zelf uitzoeken. Net zoals mij, de eerste keer dat je speelt, ga je zelf zoekende zijn in alles. Je eerste poging van chapter 1 kan wel eens voor de prullenmand zijn. Dat was bij mij het geval en bij die tweede poging zie je alles veel beter in elkaar klikken en snap je hoe alles op elkaar afgestemd is. En dan ten derde, de UI of de user interface zelf valt nog mee, zelfs met een controller. Er zit een zeker overzicht in waar je snel kan springen van het ene luik naar het andere, al durft het scrollen doorheen opties, bijvoorbeeld wanneer je rust wil toekennen aan artsen of in de wachtlijsten wat wil rommelen, wel nogal wispelturig durft te reageren. Dus daar zijn ze niet helemaal aan uitgeraakt. War Hospital is geen game om gelukkig van te worden, voor de juiste redenen. Want de basiservaring is stevig genoeg om je een waardevolle management game te schenken. En hoewel de sleur in het herhalende proces durft sluipen in de hoofdstukken die volgen, blijft de morele boodschap van belang. De game mocht gerust nog iets langer in de ziekenboeg blijven liggen door een paar problemen, waaronder die lelijke frontline cutscenes, de vage tutorials over de vele menus die je dient te begrijpen en de niet op punt gestelde controls op console. Het is geen superieure This War of Mine ervaring, maar tegelijk is War Hospital een oorlogsgame die ook niet zomaar mag afgeschreven worden. Het design stelt je managementvaardigheden geregeld op de proef en brengt via die mechanics ook hulde aan al wie in het verleden zich opofferde voor het redden van oorlogsslachtoffers en dat vandaag ook nog doet. War Hospital is beschikbaar sinds 11 januari 2024 voor Windows, PlayStation 5 en Xbox Series XS. Wagen jullie zich aan de uitdagingen die een veldhospitaal in Wereldoorlog 1 met zich meebrengt?
en proberen jullie zoveel mogelijk zielen te trekken doorheen een genadeloze oorlog. Deze game zal onder de radar van velen onder jullie vliegen, maar laat ons zeker weten of jullie de game hebben gespeeld of graag zelf die stap nu willen maken. Geef een like en abonneer, zodat jullie nooit nog video's hoeven te missen, gaande van zeer bekende games tot kleinere verborgen titels zoals deze War Hospital. En zoals altijd, fijn dat jullie er weer bij waren. Voor meer informatie over War Hospital en alle andere games, groot en klein, kunnen jullie altijd terecht op eurogamer.nl.